Nou, om te komen tot een juiste keuze, kijken we eerst naar jouw wensen. Wil je heel graag een hele natuurlijke borstvergroting of juist een vol décolleté met misschien zelfs een wat rondere vorm? Daarnaast gaan we kijken naar hoe de borsten eruit zien. Doe ik een aantal metingen om te kijken wat er mogelijk is. En tot slot gaan we een passessie houden met pasprotheses en ook een 3D-reconstructie met een iPad van de voor- en na-situatie. En op die manier krijg je echt tijdens het consult al een goed beeld over wat er mogelijk is en wat je graag zou willen. Elke borstvergroting is anders, elke vrouw is anders en elke borst is anders. En belangrijk om te weten is dat 300 cc bij de ene vrouw een heel natuurlijk resultaat kan geven en voor een andere vrouw een veel te volle décolleté kan geven. Het is veel belangrijker om te kijken naar de juiste breedte en de juiste projectie van een prothese en niet te veel te focussen op het aantal cc. In onze kliniek hebben we gelukkig vrijwel alle prothesen die er leverbaar zijn liggen, kunnen we bestellen. En dus is eigenlijk de keuze onbeperkt. Maar samen kijken we dus op basis van de wensen en de metingen wat bij jou het beste past. Aan elke operatie kleven naast voordelen ook nadelen aan. Dat noemen we risico's en complicaties en die zullen we tijdens het consult heel uitvoerig bespreken. Zodat je een weloverwogen besluit kan nemen of je iets wilt of niet.